Dit zijn de beelden van vroeger. 2009 om precies te zijn, toen de Osse Club nog gewoon Top Os heette. Maar 2009 was ook het jaar waarin de clubnaam werd veranderd naar FC Os. Tegen het zere been van de supporters. Ja, het is historie. Ik bedoel, de naamswijziging die in 2009 werd doorgevoerd, is nooit onze eigen keuze geweest. Door geldproblemen was de club met spoed op zoek naar een rugsponsor. De hoogste bieder mocht zijn naam op de achterkant van het shirt zetten. De supporters grepen hun kans. Wij waren op zoek naar een ludieke actie met de rugsponsoring. En zij hebben het heel ludiek opgepakt en hebben een kans gezien om op deze manier Top Os op het shirt te krijgen. Erik Borst is Top Os fan en was een van de vele supporters die zijn steentje bijdroeg aan de actie. Ik heb tatoeage gezet van de oude Top Os logo en Top Os letters. En het geld ervan, de opbrengst ervan, heb ik gedoneerd aan de sportvereniging. 6.000 euro werd in totaal bij elkaar gebracht. En dit is het resultaat. Top Os, ja. Zoals vroeger. Uiteindelijk wel, ja. Het staat er eindelijk weer op. Mooi resultaat. Doet dat jou deugd? Ja, heel erg. Het is mooi om de clubnaam eindelijk weer op het shirt te zien, dus daar zijn we zeer tevreden mee. Eén probleem, het gewilde shirt is nergens te koop, want kledingleverancier Masita is onlangs failliet verklaard. We weten de wens van de supporters, dat is onze wens ook. En hoe we dat gaan oplossen, dat moeten we de komende dagen even bekijken. Daar zijn we achter de schermen heel druk mee bezig. We hadden graag gezien natuurlijk dat ze nu in grote stapels klaar zouden liggen, want er is veel vraag naar, absoluut. Maar zodra ze in de verkoop zullen gaan, dan zullen ze als warme broodjes gaan.